woedend was hij, woedend. Met therapeuten bij en huilen. Het was echt verschrikkelijk om te zien. En schamen jullie dan het meest voor de verslaving of voor de leugen? Voor de leugen. Voor de leugen. En maar dat wreef hij mij ook in. Hij zei, dat maakt niet uit wat je doet. Maar wij waren toch altijd eerlijk tegen elkaar. Dat is hetgene wat je me geleerd hebt. Toen kwam Peter Paul na 4,5 week. Oh, en ik zei, Peter Paul, ik ben veranderd. Het slaat aan, dat programma. Ik ben een ander mens aan het worden. En na 3 uur zegt hij, Jack, je lult. Je lult. Je liegt, dat is niet waar. Ik zei, kom op. Ik ben echt, er is echt wat veranderd. Hoe kan jij nou, ik voel dat. En we gaan nog 2 uur door zitten praten. Hij werd alleen maar harder. Alleen maar harder. Alleen maar. Maar wat heeft je het meest geraakt aan wat hij zei dan? Nou, het moment dat hij gelijk had. Dat hij gelijk had. En dat voel je op een gegeven moment. Dat je denkt, ja, zo ben ik. Ik kan mee lullen en een beetje in de groep zo. En dat gaat allemaal wel mee. En wat willen ze op een gegeven moment horen? Zulke soort dingen, dan lul je mee. En als je na 6 weken ben je weg en dan... dat is die eerste stap die je moet zetten. En dan moet ik wat uitleggen van die... De eerste stap die je maakt is zeggen dat je verslaafd bent. En dat kreeg ik mijn bek niet uit. Dat kreeg ik mijn bek niet uit. Hij ging weg, Peter Paul. Achteraf hoorde ik dat hij ook ontzettend moest janken. Ik heb een week, heb ik daar van mijn gevoel, misschien was 3 dagen, maar dat weet ik niet precies, maar alleen maar lopen janken, alleen maar lopen janken. En denken, wat doe ik dan verkeerd? Wat doe ik dan verkeerd? Wat moet ik nou? En hij had je zo'n ding van overgave, surrender. En ik denk, ik snap het niet. En maar lezen en weer. En ik snap het niet, ik snap het niet. En toen zat ik op een bankje op een gegeven moment. En toen... En toen ben ik gaan zitten, toen heb ik die papieren gepakt en toen ben ik alleen maar gaan schrijven. Echt 60 pagina's. En toen kwam ik erachter, fuck, dit is het gewoon. Je moet je eigenlijk overgeven aan iets wat je niet kent. Dat is het moeilijke, je moet het doen. Je moet het niet snappen, je moet het doen. Geef je eigenlijk maar over, zeg maar. Dat is de clue, je moet zeggen, ik ben verslaafd. Je moet zeggen, help mij, ik kan het niet.